Dag, fijn dat u kijkt naar deze video van Art & Leisure. Vandaag neem ik u graag mee naar het Wenen van circa 1900, om samen met u te kijken naar de kus van Gustav Klimt. Dit prachtige schilderij is een absolute publieksfavoriet in het Belvedere in Wenen. Maar eigenlijk was het werk vanaf het begin al heel erg populair. Het werd voor het eerst tentoongesteld in 1908. En werd toen meteen ook aangekocht door de Oostenrijkse staat. En die verwierf daarmee een topstuk uit de gouden periode van Gustav Klimt. En over die periode wil ik het graag met u hebben in deze video. En ook over hoe we dit onderwerp moeten plaatsen binnen het oeuvre van Klimt. De inspiratie voor het gouden tijdperk kwam uit een reis die Gustav Klimt ondernam. Hij reisde naar Italië en bezocht Ravenna. Hij zag daar in de kerken, zoals de San Vitale, die prachtige Byzantijnse mozaïeken, waarin de figuren, opgebouwd uit gekleurde blokjes, afgebeeld zijn tegen een gouden achtergrond, die gemaakt is met steentjes met bladgoud erin. Die fonkeling, dat wilde hij ook. Daardoor raakte hij geïnspireerd. En het was de aanzet voor de gouden periode in het werk van Klimt. Hij gaat daartoe over, bij terugkeer in Wenen, op een nieuwe techniek. Gustav Klimt had al menig plafondschildering gemaakt, wandschildering en natuurlijk olieverfschilderijen. Maar nu gaat hij olieverf combineren met bladgoud. En in dit schilderij gaat hij zelfs nog een stapje verder. Hij maakt ook gebruik van bronsverf. En hij gebruikt het bladgoud in de achtergrond samen met zilver en platinum. En dat zorgt voor een fonkelend effect. In deze uitsnede ziet u echter ook dat het gebruik van die gecombineerde technieken een zeker spanningsveld tussen 2D en 3D teweeg brengt. Als u kijkt naar de mantel met de vierkante motieven van de man en het gewaad van de vrouw, dan zien we dat zowel die motieven als het gebruik van bladgoud heel duidelijk voor een plat effect zorgen. Het is heel erg tweedimensionaal. Daartegenover staan de in olieverf aangebrachte handen en hoofden en gezichten. En die zijn daardoor heel erg driedimensionaal. En daardoor ontstaat dat spanningsveld. Dat we overigens ook bij andere kunstenaars uit die vroegmoderne tijd wel eens terugzien. Op een andere manier weet Klimt ook weer aan te sluiten bij de kunst van zijn tijd, de kunst van het fin de siècle. Door het gebruik van bladgoud geven de schilderijen een gevoel van overdaad. En die overdaad past binnen die kunst tussen het einde van de 19e eeuw en de vroege 20e eeuw. In dat fin de siècle zien we dat er heel veel afscheidingsbewegingen komen. In de diverse kunstcentra gaat men ageren tegen de macht en de strakke regels van de academie. Ook in Wenen komt er een afscheidingsbeweging, de zogenaamde Wiener Secession, waarvan Klimt in 1897 een van de oprichters was. En binnen die afscheidingsbewegingen zien we dat er een voorkeur ontstaat voor natuurlijke motieven, voor planten en bloemen. En dat zien we ook natuurlijk hier heel duidelijk terug. Toch is het gouden tijdperk voor Klimt veel meer dan alleen maar overdaad. Hij houdt zich bezig met de geheimen van het bestaan en de geheimen van de liefde, de vervulling door de kunst. En dat zien we hierin ook weer terug. We zien een liefdespaar tegen een gouden achtergrond. Die we misschien wel kunnen interpreteren als de zon. Dan zou de bloemenweide het land zijn, de aarde. De omhelzing is wel lichtelijk bijzonder te noemen. De man buigt zich over de vrouw heen, terwijl de vrouw hem wel omhelst, maar ook haar gezicht weer wegdraait. En ze zit geknield, met haar voeten bijna buiten de aarde. Dit motief past heel erg binnen de motieven die Klimt altijd al geïnteresseerd hebben in zijn werk. Hij hield zich vaak bezig met motieven van liefde, seksualiteit en intimiteit. En we zien dat bijvoorbeeld ook terug in het befaamde Beethoven-fries,
waar we ook een omhelzing zien van een liefdespaar, met daarachter weer die stralen van de zon. En in dezelfde tijd dat hij bezig was met het maken van de kus, werkte hij ook in Brussel aan het Stokletfries. En ook daarin zien we een liefdespaar, hier echter meer in omhelzing dan bezig met een kus. We zien hier in de gewaden die zij dragen, overigens ook die abstractie van motieven die we ook terugzien in de kus. En die motieven kunnen we weer relateren aan de gewaden die ontworpen werden door de gezusters Vleuge. Emilie Vleuge stichtte samen met haar zus een modesalon. En zij was een goede vriendin van Klimt. En u ziet ze hier met z'n tweeën op een foto staan. Zij draagt een van haar beroemde reformjurken. Die reformjurken waren bedoeld om vrouwen vrij te laten bewegen zonder het keurslijf. En u ziet hier in de motieven van dat gewaad ook weer diezelfde soort van abstracte, ronde, bloemachtige vormen. We weten daardoor dus dat de gewaden van de gezusters Vleuge heel duidelijk een rol speelden in de werken van Gustav Klimt. Maar wat kunsthistorici vanaf het begin geïntrigeerd heeft, is de relatie tussen deze twee. Gustav Klimt was een ontzettende vrouwenliefhebber. Maar hij had een bijzondere band met Emilie Vleuge. Hoe bijzonder, dat weten we echter niet. Was er toch ergens sprake van liefde tussen die twee? Of was het gewoon een hele nauwe vriendschapsband? De mensen die geloven in een liefdesrelatie of een ontluikende liefdesrelatie, die zien ook heel graag in de kus een verbeelding daarvan. Zij zeggen, de achtergrond is niet zozeer een zon, maar de fonkeling op het water van de Attersee. Een geliefde zomervakantielocatie van de familie Vleuge, waar ook Klimt veelvuldig heen reisde. Dan zou de bloemenweide een van de oevers van de Attersee zijn. En als we dan kijken naar die bijzondere omhelzing, zoals ik al zei, de man overweldigt eigenlijk als het ware de vrouw. En de vrouw keert zich weer af, is weer een beetje ontwijkend bijna. Dat zou dan staan voor de nooit volgroeide liefde tussen Gustav Klimt en Emilie Vleuge. Maar zoals ik al zei, Klimt was veel te discreet om daar ooit meer over te weten te komen. We weten het dus niet en we zullen het waarschijnlijk ook nooit weten. Maar het doet niks af aan de kracht die dit werk nog steeds laat zien tot op de dag van vandaag. En ik kan u dan ook echt adviseren om een keertje een bezoek te brengen aan het Belvedere in Wenen. Voor nu wil ik u danken voor het kijken. Mocht u nou gelijk up-to-date willen zijn als er een video online komt, druk dan op de knop abonneren hieronder. En ik zie u heel graag een volgende keer weer terug.